Hallo, leuk dat je kijkt. We staan bij de grens tussen Duitsland en Zwitserland. En bij Basel. En we gaan even naar het douanekantoor om de bulk vrij te laten geven, zodat hij Zwitserland in kan. Hallo. Ik zal wel even een beetje doorlopen. Zoals je ziet ben ik niet de enige. Elke vrachtwagen die hier de grens overgaat met lading moet hier zijn lading vrij laten geven door de douane. Het kantoor wat ik hebben moet zit op de tweede verdieping. Dus ik ga maar eens een keertje met de trap. Dit is het kantoor waar ik zijn moet. Ik zal hier binnen maar niet filmen, want dat stellen ze niet echt op prijs. Dan moet je dus de papieren laten afhandelen. En dan blijkt het een en ander niet doorgestuurd te zijn. Dus ja, dan kan je niet verder. Dus wachten tot het opgelost wordt. Dus ik ga maar even naar de supermarkt, denk ik. Even wat eten halen voor een lunchje. En dan wachten we het rustig af. Zo, net even boodschappen gedaan bij de Lidl. Ik zal toch moeten wachten. Is dat ook maar gelijk geregeld. Nou, weer terug richting de auto kijken of er al nieuws is. En dan zit je te eten en dan komt het bericht dat je je kunt aanmelden. Dus maar weer naar boven om de papieren af te geven en te wachten op de douanepapieren. Nou, eindelijk, we gaan Zwitserland binnen. Dit is echt de grens. Nog even stoppen om de landcode in de tachograaf te wijzigen. Dat was ik vergeten op de grens.
Zo, we zijn er. Nu maar eens even kijken waar ik wezen moet. Even kijken of de band wel loopt en dan kunnen we beginnen. Even wat kloppen zodat de laatste restjes er ook uitkomen. Hij is mooi leeg gekomen, dus we kunnen verder. Alles weer dichtmaken en even afspuiten met lucht. En dan kunnen we verder.
tussen. Dat was het lossen. Nu weer op weg richting Basel. Om weer de grens over te gaan. En dan naar het teruglaatadres. Bedankt voor het kijken. Hopelijk kijk je snel weer naar mijn volgende video's. Vergeet ondertussen niet even te abonneren. Dan blijf je op de hoogte als er weer een nieuw filmpje komt. Doei!